In het Radboud UMC passen we diverse manieren toe om een borst te reconstrueren. Eén daarvan is een borstreconstructie met lichaams-eigen weefsel, waarbij we een nieuwe borst maken van huid en vet van de binnenzijde van de bovenbenen net onder de billen. Ofwel de pepflap. Ik wilde geen siliconen of iets dergelijks. Dit is lichaams-eigen, dus als je klaar bent, ben je ook gewoon klaar. Dan heb je de rest van je leven eigenlijk geen omkijken meer naar. We passen deze methode toe als er voor een borstreconstructie te weinig buikweefsel is of het weefsel van de buik niet gebruikt kan worden. Op mijn buik had ik niet genoeg vet. Ik wilde wel graag een maatje meer als ik dan toch bezig was. Een borstprothese is bij deze methode niet nodig. De PEP-methode kan voor zowel enkelzijdige als dubbelzijdige borstreconstructies worden uitgevoerd. De functie van de beenspieren blijft volledig intact, omdat we alleen huid en vetweefsel gebruiken. De artsen sluiten de bloedvaten van het weefsel weer aan op de bloedvaten bij de borstkas. Om te beoordelen of er sprake is van geschikte bloedvaten, wordt voor de operatie een CT-scan gemaakt. Na deze ingreep blijft er een goed verborgen litteken over van de bilplooi tot in de liesplooi. De ingreep duurt ongeveer 4 tot 8 uur. Als de amputatie van de borst nog moet plaatsvinden, duurt de ingreep langer dan wanneer alleen de reconstructie wordt gedaan. De operatie is me heel erg meegevallen. Ik had gedacht dat ik pijn zou hebben of dat soort dingen, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Ik heb 2 grote littekens van lies naar achteren. Nou, die zijn wel zichtbaar als je in bikini zou lopen, maar ja, voor mij is het geen probleem. Wanneer er geen complicaties optreden bij uw herstel, verblijft u ongeveer 5 tot 7 dagen in het ziekenhuis. Indien nodig krijgt u fysiotherapie na uw operatie of wordt er thuiszorg geregeld op het moment dat u het ziekenhuis verlaat. Het herstel na de operatie duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Na de operatie draagt u 6 weken continu ondersteunend ondergoed en een sport-BH. De assistenten op de polykliniek informeert u hierover. Zoals bij iedere grote wond kunnen de benen enkele weken gevoelig zijn. Ik vind het gewoon eigenlijk mooier geworden als dat ik dacht en wat me verteld is. Ik ben er eigenlijk heel blij mee. Na de reconstructie van de borst zijn er nog aanvullende behandelingen mogelijk, zoals een tepelreconstructie of een tepelhof-tatoeage. Een pepflap is een van de manieren om een borst te reconstrueren. In overleg met uw specialist bespreekt u wat voor u de meest geschikte operatie is, passend bij uw persoonlijke situatie.